Maar meneer Freilich, waarom kan het voor u niet door de beugel? We zien waar dat hij is. Hij is in Beiren gegaan. Hij is het, de plaf-préféré van Hitler gaan klaarmaken in het Adelaarsnest. Daar mocht hij niet binnen. Dus hij heeft het daar buiten gedaan. Nu, wij vragen fatsoen. Stel dat je morgen naar Marcinelle gaat in het huis van Marc Dutroux en vraagt dat je mogen we in de kelder komen, dan is dat toch buiten alle proporties, buiten alle fatsoen. Meneer Abdollah, vindt u dit onfatsoenlijk? Kijk, als hij geen geweld gebruikt, moet het uitgezonden worden. En de rechter bepaalt. Dus ik moet het zien en dan reageer ik erop. U deelt het standpunt van Yves de Smet. Ik verdedig de vrije koken en vrije meningsuiting. Ja, meneer de Smet, het argument van ja, straks Marcinelle en het lievelingsgerecht van Marc Dutroux. Dat zou ook bijzonder onfatsoenlijk zijn. Maar moet het daarom ook verboden worden? Ja. Moet het daarom verboden worden? Dat is de vraag. Niemand betwist dat Hitler een misdadiger is. Daar gaat de discussie over. Natuurlijk niet. De vraag is, mag dit soort dingen over Hitler bericht worden of niet? Dat hij bijvoorbeeld ook forel in boter zou zaten. Mm-hmm. En ja, maar, dat begrijp ik niet waarom hier dat niet. Mag ik misschien even uitspreken? Dat begrijp ik niet waarom dat niet mag. Wat is uw vrees? Dat wanneer Jeroen Meus dat zegt, dat die man graag forel met botersaus at, dat er morgen lidmaatschapsaanvragen gaan binnenkomen bij Blot en Horner. Ja, hij is wel populair op neonazi-websites, hè, Jeroen Meus? Wat is daar? Dat is toch onwaarschijnlijk dat u dat denkt? Dat mensen het beeld dat zij zouden hebben van Hitler, dat zouden bijstellen? Of Hitler sympathieker zouden gaan vinden? Omdat nu bekend wordt gemaakt dat die man forel met botersaus had. Dat begrijp ik niet. Dat getuigt volgens mij van een minachting voor het publiek. Maar u draait niet bewust alle feiten om. Want ik heb nooit gezegd dat mensen daardoor Hitler gaan adoreren. Maar wat is uw angst dan? Dus daarom zeg ik, het gaat helemaal niet om angst. Het gaat om fatsoen. Er zijn bepaalde regels. Er zijn mensen die het hebben meegemaakt. En voor hen is het verschrikkelijk als je daar trivialiteit van gaat maken. Fatsoen is een heel mooi woord. Maar in Nederland, bijvoorbeeld, we gebruiken heel veel onfatsoenlijke woorden over, tegen de immigranten, tegen de moslims, tegen iedereen. We noemen hun boek een shitboek, we noemen hun profeet een pedofiel. Maar dat mag. Dat wordt gezegd. En dan wij reageren, nee, dat is niet waar, dat mag je niet zeggen. Iris heeft het gezegd en de vrije meningsuiting, dan hebben wij ons of anderen zich tegen. Mevrouw Stel, Hitler verdedigt zich hier niet met een opinie. Ik bedoel, het gaat hier niet over de opinie over Hitler. Ik denk eerder dat het over het fatsoen. Waarom neem je Hitler als er zoveel andere bekende personen zijn waarvan je de plat préféré kunt doen? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Waarom die kok heeft juist Hitler? Dat vind ik een veel belangrijke vraag. Als de vraag wordt gesteld, Als het bij iemand opkomt, op jullie televisie, een vrije democraat land opkomt, en dan moet getoond worden. En dan wij reageren. Hij met zijn columns, ik met mijn... Als ik maker van dat programma zou zijn geweest, ik had waarschijnlijk ook Hitler niet in mijn keuze genomen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, heeft Jeroen Meus het recht om dat te doen? Het zou niet mijn keuze zijn, maar heeft hij het recht? Ja, hij heeft dat recht om dat te doen. Geen druk worden uitgeoefend door politieke actoren, door lobbygroepen, om een openbare omroep te dwingen tot preventieve censuur. U noemde Jeroen Meus ook naïef in een interview. Dat heeft met zijn leeftijd te maken, gaf u zelfs aan. Het gaat zeker niet om kwade willen. Dat is wat wij vaak zeggen. Ik denk dat er een probleem vandaag is dat bij veel mensen, vooral de jongere generatie, Hitler een abstract gegeven is. Dat is iets van de geschiedenislessen. Dat is iets van waar je hebt horen over zeggen. Maar een persoonlijke dimensie daarmee, dat hebben de meeste jongeren vandaag niet. En dat is een klein beetje de fout, want we moeten goed weten dat er tienduizenden mensen zijn die bijvoorbeeld bijna zijn uitgehongerd in de kampen, die vandaag er nog zijn, of die hun vader hebben voor hun ogen zien vermoorden door Adolf Hitler. Dus wil je mij vertellen wat die man graag voor ontbijt heeft gegeten? Geen probleem. Dat is geschiedenis. Ja, maar dat ook gaan klaarmaken op antenne, dat is een klein beetje als een hommage brengen naar die man. Nou, als kan vast nu een reeks aanmaken over de plat-préférés van een aantal dictators. Kan het dan? Kan het in die reeks? Dan is dat natuurlijk niet in de goede smaak, maar er is wel één verschil. Adolf Hitler, zijn leger was ook
hier aanwezig, ja, bij ons te landen. De mensen zijn uit de huizen in Antwerpen en in Brussel gesleurd. Dus de mens, en daarna zijn ze teruggekomen. Dus de mensen hebben het hier meegemaakt. Als je het hebt over Pol Pot, is dat ook zeker niet fatsoenlijk. Maar dan raak je minder een gevoelige snaar van de 10.000 Belgen. Dan zou het volgens mij wat makkelijker liggen, maar nog maar altijd niet direct fatsoenlijk. Maar u zou het liefst vuilbak in hebben, dat programma? Liefst wel, en ik nodig iedereen uit om gefilte vis te komen eten, een mooie Joodse vis. Ik had het nooit gedaan, maar ik vind het zo jammer dat in België we het woord verboden over kunst of over koken of wat dan ook gebruiken. Dat zou niet mogen. Dat mag niet, dat mag niet. Verboden past niet bij een vrij democratisch land. Meneer Radolla, we hebben u nog voor iets anders gevraagd. Okay. Want u bent een fenomeen aan het worden. U boeken verkopen als gek. U doet met uw lezingen alle zalen.